Jij bent net jarig geweest. Ja. 17. Gefeliciteerd. Yeah. Dankjewel. En we zouden first niet zijn als we niet een cadeautje hadden natuurlijk. Ja, die ben ik. Ah, deze keer geen kipnuggets. Huts. Oh. Lekker donuts. Norma, ga niet delen. Tuurlijk gaan we delen. Ja, Joas zit er wel. Maar is het erg als ik het straks eet? Nee, tuurlijk niet. Dat is voor jou. Je mag ermee doen wat je wil. Anders wordt iedereen maar smakken. Okay. En zo. Smakken. Wauw. Even een van je hits. 16. Komt er nu ook een 17 aan? Waarom ben je zo? Ik weet niet. Nee, ik denk niet dat er een 17 aan komt. Nee. Oké, is jouw leven anders dan een gemiddeljarige 17-jarige? Ik denk het wel. Ja? Anders dan? Nou ja. Ja, ik denk gewoon sowieso is alles anders. Ik maak muziek. Dat is niet anders. Maar ik denk dat ik veel aandacht krijg voor mijn muziek. Erkenning krijg. Dat is wel anders. Mm-hmm. En daarnaast acteer ik nu ook. Dat is ook weer eens anders. En heb je het idee dat je daardoor ook volwassener bent? Ja, ik denk dat ik echt toen ik... het jaartje dat ik van 15 naar 16 ging, is er zo helemaal, ben ik gewoon helemaal veranderd. Gewoon qua denkwijze denk ik ook. Gewoon veel volwassener. En ja, ik weet hoe sneller... Ik merk dat ik gewoon van mensen van mijn leeftijd gewoon ook heel snel iets kan inschatten. En weet hoe ik daarmee om moet gaan. Terwijl mensen van mijn leeftijd daar meestal best wel moeite mee hebben. Ja. Dus. Ja, het lijkt me ook wel nogal wat om als 17-jarige gewoon de muziekbusiness in te gaan. Klopt, veel pressure volgens mij ook, hè? Ja, heb je daar last van? In het begin, maar ja, nu doe ik gewoon mijn ding en ja, ik luister eigenlijk niet naar anderen. Om het zo te zeggen, ik voelde het in het begin echt zwaar van wauw, ik wil mensen gewoon echt laten zien van hé, dit kan ik echt zo en het moet zo. Maar nu laat ik gewoon lekker rustig en alles komt wel met zijn tijd. Hele goede instelling. Ja, vorige week dropte jij je nieuwe track genaamd Bars. Yes. Heel nice. Ja, waar gaat het nummer over? Ja, ik ben viral gegaan met bars. Niet dit liedje. Ik bedoel gewoon op Instagram gewoon rappen op een oldschool beat. En gewoon erover spitten. En dat is ook gewoon wat ik probeerde hiermee. Want ik heb liedjes uitgebracht. Mijn eerste drie liedjes waren zeg maar best wel heel anders dan die Insta-bars. Ja, commerciëler. En met deze heb ik gewoon geprobeerd om te doen waarmee ik begonnen ben. En dat waren gewoon bars op bars. En een lekkere beat eronder. Het heeft ook niet echt per se een refrein of zo. Het is gewoon lekker. Gewoon... En je bent ook lekker in je joggingpak. Ja, het is gewoon echt. Ja, het is... vorige was echt gedressed. Ja, dit is gewoon. Ja, dit is gewoon echt hoe ik ben. Het liefst joggingspak. En ja, dat is het. Ja, vet. En je bent een drukke dame. Je hebt onder andere vraagt om een date. Ik zeg hem nee. Noma is één. Ja. Is dat echt zo? Zeg je echt tegen alle boys nee? Ik heb deze geschreven. Alle boys nee. Nee, kijk, weet je wat het is? Ik ben gewoon heel erg doelgericht. En ik weet wat ik verdien. En ik vind niet dat ik mijn tijd nu moet verspillen aan zaken die een soort van bijzaak kunnen zijn. Goed zo. Waardoor ik me kan afleiden terwijl ik al weet wat ik wil en... Ja, maar dat is vind ik echt inderdaad een super goed antwoord. Broer, heel volwassen. Maar dat is toch best wel een uitspraak. Heb je niet behoefte aan een vriendje en dat soort dingen? Ja, kijk, weet je... Gewoon een meid van zes. Een vriendje. Ik heb altijd van mijn oma geleerd dat het niet veel verschillend is als gewoon normale vrienden. En als het moet, dan komt het vanzelf. Dus ja, het is gewoon... als het op mijn pad komt, dan ja. Ik ben er niet echt op zoek naar of zo. Oké. Okay. Wanneer kunnen wij een EP of een project voor jou verwachten? Ik ga zeggen, ik denk ongeveer volgend jaar. Maar niet ver volgend jaar, misschien in het midden. Oké, maar je bent er al mee bezig, zeg maar, dus. Nee, maar... Ik ben ermee, nou, weet je wat het is? Ik ben ermee bezig om gewoon heel veel muziek uit te brengen. Dat komt goed. Dus EP of niet, er komt sowieso veel. Oh, er komen sowieso veel. Nice, allemaal nice. Jullie zijn echt slim, ja. Hoezo zijn we slim? Jullie worden zorgvuldig. Je geen dingen beloven die je niet kan waarmaken. Ja, ik hou daar niet van. Dus. Klopt. Je hebt ook meegedaan aan onze programma Keer Kai. Ja. Daar liet je zien hoe snel jij bars kan schrijven. Dit is bizar. Dit is echt bizar. Het gaat allemaal tak, 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 tak. En dan zijn het allemaal zinnen. En... Heel leuk om te zien, vooral.
Ja, kan yes. Echt zwaar onder de indruk. Ben je altijd zo snel als je nummers maakt? Ja. Ja? Ja. Wat is de snelste track die je ooit hebt gemaakt? Ik denk dat ik Coach Je Vriendin in een paar takes heb gemaakt. Was ook de eerste keer in de studio. Ik denk 1,5 uurtje heb ik over die gedaan. Maar dat is niet mijn snelste, maar wel een heel product, zeg maar. Dat is gewoon een liedje die alles heeft. Mm. Als ik dan gewoon echt het snelste wat ik ooit heb gemaakt, kan ik gewoon zeggen in 3 kwartier. Gewoon een schetje. Oh. Ja. Waar haal je inspiratie vandaan? Sluit jezelf op of loop je rondjes? En dan, Nee, ik ben gewoon, als ik bezig ben, muziek is gewoon alles voor mij. Het is gewoon, ik kan gewoon, ja, het is gewoon, ik doe het gewoon graag. Het is voor mij niet alleen een hobby, het is meer dan dat. Het is als ik stress heb, een uitlaat, klep. Ja, klep. Lekker, letterlijk ademen eigenlijk. Ja, het is gewoon echt wat ik doe.